Als jij iets leuk vindt om te doen, dan moet je het vooral doen. En niet naar andere mensen luisteren of door hun laten bepalen wat je wel en wat je niet moet doen. Onze ouders die willen altijd het beste voor ons. En sommige ouders zeggen van word dokter of word de rechter of wat dan ook. Maar als jij al iets leuk vindt om te doen, doe datgene. En vertel het ook aan je ouders van ik wil dit doen. Ik wil met dit ver komen en mijn naam vergroten en mijn carrière opbouwen. Wat vaak tegenwoordig gebeurt is dat er jongeren zijn onder ons die met talenten lopen maar het niet gebruiken. En dat is zonde. En wat vaak ook zo is dat mensen als ze iets leuk vinden om te doen, dat ze zeggen tegen andere mensen van ja, ik vind dit leuk. En dan gaan die zeggen van nee, doe dat niet, doe wat anders. Waarom? Waarom laat jij je bepalen door andere mensen? Jij bent de baas over jezelf. Als jij iets leuk vindt om te doen, dan moet je datgene doen. En niet naar andere mensen luisteren, want die willen niet dat jij ver komt met wat jij leuk vindt. Want als zij weten dat je met datgene ver komt, dan gaan ze jou niet gunnen. Dan gaan ze jou niet zeggen van, doe dat, ja, ik kan daarmee heel ver komen. Dus als jij iets leuk vindt om te doen, doe datgene. En daarmee kan je ook ver komen. Je kan zelfs je carrière daarmee opbouwen. En heel veel mensen lopen met talenten rond die ze niet eens gebruiken. Want jij kan echt heel ver komen. In plaats van dat jij slaapt met jouw talent, word wakker en show je talent. En laat zien wie jij echt bent. Laat zien dat je iets heel goeds kan. Maar het is echt zonde om te zien dat we jongeren hebben die hun talenten niet gebruiken. Sommigen die zijn wel wakker, maar die doen verkeerde dingen. Die zijn verdwaald, die weten niet eens wat ze doen. Maar mijn advies is, word wakker en gebruik je talent. Laat zien wie je bent. Bouw een carrière op. Bouw een mooie toekomst. Want later ga je ook trouwen, ga je ook kinderen krijgen. Dus bouw jouw carrière op. Want als jij echt ver wilt komen, dan zul je op moeten staan. En die talent die jij hebt, die moet je gebruiken. En laat je door niemand tegenhouden of door iemand bepalen wat je wel en wat je niet moet doen. Want dit komt heel vaak voor dat mensen door anderen gaan laten bepalen wat ze wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. Deze mensen die dat zeggen, dit zijn misgunners. Die gunnen jou niet. Die willen jou niet zien stijgen of wat dan ook. Het zijn jaloerse mensen die jou op de verkeerde pad gaan brengen. Dus laat je niet tegenhouden door zulke mensen. En doe datgene wat jij leuk vindt. En je zult zien dat je heel ver zult komen. Dus neem mijn advies aan en doe datgene wat je moet doen. Voor de rest, de keuze, die ligt bij jou.